zijn. Nou, goedemiddag allemaal. Wij gaan vandaag onder andere vragen van jullie beantwoorden in onze livestream. En wij hebben hier een potje en dat heet de Kwebbelpot. En de Kwebbelpot, daar zitten allemaal leuke kaartjes in met allemaal vragen en dingen. En die gaan we dan beantwoorden. En wat we eerst gaan doen is... een bubble face masker. Hoe leuk. Dus, we gaan deze ook doen. Er stond op de verpakking dat zodra je dit dus op je gezicht smeert, dat dan dat, de bubbels tevoorschijn komen. Dus ik ben benieuwd. Hallo Paulientje. Dus we gaan dit even lekker smeren. Ik ben benieuwd. Olaatjes! Oh, gezellig jongens. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Waarom zitten... Kijk, ik ga gewoon de camera gebruiken. Jalen, daar blijven. Je moet niet bij je ogen, schat. Nee, weet ik ook wel. Oké. Dit zijn de... Nou, ik zie nou niet echt iets gebeuren of zo. Dit zijn alleen de plekken. Oké, normale... Oh, wacht, kijk hier. Jalen, niet hier gaan zitten. Smeer het gewoon heel mijn bakjes onder zo. Is toch leuk? Oh, dat voelt echt heel raar. Ja, dat is wel gek. Lijkt een soort van scheerschuim of zo. Oh, dat gribbelt. Ja, en je zou in de slaapkamer zitten. Dan gaan we maken. Dat kribbelt. Ik heb nog over. Moet ik het doen met jou? Nee, dat wil ik doen. Jongens, kijk nou. Dat kriebelt aan mijn gok. Oh, kut dan. Ik heb het half in mijn neus gesmeerd. Dat is niet de bedoeling. Kijk, nou, dat is niet raar dat ik dan... Ja, het was zo graai. Zo groot. Oh. Even uit mijn gok halen, hoor, jongens. Even zo. Hallootjes. Het kiet ook op mijn neus. Oh, god. Oh, god. Er zit hier nog niks. Kijk, op mijn kin zit het niet goed. Ja, dat hoeft ook. Mijn kinderbak moet ook goed. Zo. Vind je niet leuk zo? Hey. Zijn we niet knap? Oh, volgens mij moet ik er gewoon lekker vanaf blijven of zo. Heb ik het idee. Prachtig, hè? Heb ik mooi zo? Heb ik niet knap? Maak even een screenshot, hè? Kijk hè? Nee, laat mij. Laat mij. Oh, mijn voorhoofd jeuk nou. Moet het eigenlijk wel mijn wenkbrauw? Denk het niet. Nee, tuurlijk niet. Als het me niet in mijn oog komt. Jullie beginnen op een sprookje te leren. Mooi hè, Kasper het spookje. Woehoe. Hallootjes, Annelies. En everybody else. Oh my god, 26 mensen, wat leuk. Hallo, how are you doing? Oh jongens, je jeuk, dat is te neten. Hoe lang moet dit blijven zitten? Ik heb niet eens tijd bijgehouden. Ach jezus, heb ik weer. Wacht. Ik heb het idee dat half in mijn... in mijn bakjes hangt. Okay, even kijken, hoe lang moet dit blijven zitten dan? Kijk dit, kijk dit. Kijk, nee, kijk in de spiegel. Zijn we niet prachtig zo? Oh my god, hier zitten mijn wenkbrauwen, lijkt het wel. Wat is het voor masker? Hallo mama, en... kijk dit. Hier lijkt, het lijkt net alsof ik hier zo mijn wenkbrauw heb. Kieto, het zit in mijn neus. Ik was echt Sinterklaas, ik ben de kerstman. Hallo, ik ben de kerstman. Dit is een bubble face mask. Deze hebben we toen bij de Action gekocht. Die heb ik bewaard, dat is me goed ook. Mooi hè, hey. Ik ken zo door als Kasper het spookje. Wij gaan beginnen met de vragen. Mochten jullie vragen... Zo, toch... Ook als ik ademhaal, dan voel ik dat hier helemaal... Ruikt het ook nog ergens naar? Ja, naar bubbel... Naar bubbelgum! Deze is het. Leuk, hè? Mocht je vragen hebben, drop ze even. Wij gaan... Blijf eraf dan, muts. Ja, zo is het. Pak jij maar een kaart. Hey, Jay! Ja? How are you doing? Hey. Zeg eens eerlijk. Hallo. Ja. Moet je wel meedoen. Sorry. Zeg eens eerlijk. Hoeveel paar schoenen heb jij?
En ook de dingen die in het pakhuis staan dan, denk ik. Jezus. Nou, een stuk of 40. Welke diploma's heb jij in je pocket? Nou ja, kijk maar in de beauty. Wimperextensions, wimperlifting, waksen, tandenbleken, tandkristallen, microneedling, plasmalifting, kapsdiploma, acrylnagels, henna brows. Ik vergeet nog wat, maar wacht even. Oh, kauwgom. Ja, kauwgomsmaak. Mooi, hè? Wij zijn zo mooi vandaag, jongen. Wij zijn op z'n bubbelkum zondags. Jillian! Ga maar naar de slaapkamer. Ja, kan je even moven? Kom, want zometeen gaat er weer een glas vol. Hoe lang moet dit? En dan, ja, dat weet ik dus niet. Dat staat er niet op. Naar de slaapkamer zijn we al. Je voelt echt zo... Het is zo gek... Tintelend, ja, ik weet niet. Ja, oké. Okay. Pak jij daarin. Oh ja, jongens, hè. Even een grabbelton, jongens. Hey. Oké. Van wie of wat heb jij van je familie geleerd? Dat ik moet sparen, maar het lukt me niet. Dat is inderdaad waar. Moet ik de andere kant ook doen? Ja, dat heb ik net ook gedaan. Wat is dat, hè? Bij welke datum heb jij een bijzondere herinnering? Gaat daar aan die kant toch af, dat mag niet. 19 mei 2015. Van Jalen, de geboorte van Jalen. Ja, maar okay. Ik heb geen andere dus. Jij bent, ik ga ondertussen eventjes met mijn vinger over het beeldscherm om te kijken of er ook vragen van de kijkers zijn. Wat zou je kiezen naar een warm land of een koud land? Warm land, dat is heel duidelijk. Dat is, al moet ik zeggen dat ik skiën ook wel leuk vind. Dat heb ik vroeger heel vaak. Oké. Koud douchen of sla liever een keertje over? Nou, dan sla ik wel even een keertje over. Koud douchen, dat vind ik niks. Noem 3 dingen waar jij je voor schaamt. Waar ik me voor schaam? Ja. Ik zou het niet weten. Nee, ik weet het niet eigenlijk. Hoe ik eruit zie nou? Voor je neus? Nee, ook niet. Ja, vroeger wel, maar daar heb ik gewoon wel makkelijk maar. Ja, leuk hè, Jay-Z Harden is in de house. Voor je tenen. Mijn tenen. Ja, nee, dat is wel een dingetje inderdaad. Ik vind mijn tenen echt lelijk. Dat vindt iedereen, maar oké. En als ik op het strand ben, hè. Weet je wat ik altijd doe? Oh. 34 kilo. Ja, ik zie het. Zoveel. Dan stop ik mijn voeten in het zand, want Dan kan niemand ze zien. Er stond hier, wacht even voor. Heb je liever spruitjes of spinazie? Ik spinazie. Geen van beide. Geen van beide. Ja, dat je beluistert sowieso. Hé, ik weet het niet, maar volgens of hij is daar aan die kant al uitgewerkt. Ik denk het wel, hè. Oh, dat is het, denk ik. Hij gaat eerst bubbelen en dan trekt het weg, denk ik. Kijk, zie je? Want ik ben hier begonnen. Ja, het trekt bij mij hier ook weg. Oké, niet aanzitten, niet aanzitten. Het plakt, dus dat is goor. Maar oké, okay, zijn verder. Ik doe de necklace. Nee, doe niet. Doe verder. Oké. Toby kan wel heel goed de necklace. Want dan pak je er zo beet en dan doe je zo. Niet dat ik dat altijd doe. Oh, hij gaat kotsen. Maar dan gaat ze helemaal zitten. Oké, Jamil, waar ben je best wel goed in? Oh, dat is een tip van Jalen, maar ik vind dat niet echt heel erg goed. Lopen. Lopen? Ja, plassen poepen. Plassen poepen. Kijk. Zo, doe het beeld gaan rijden. Ik ga het sneeuw. En eten. Ja, daar ben ik het beste in. Ja. Eten. En mama pesten, dat is ook goed in. Ja. Even kijken. Als er iemand aan tafel een lintje zou moeten krijgen, wie is dat dan en waarom? Ja, maar met welke mensen? Ja, die nu aan tafel zitten, dus dat ben alleen ik. Pak wel anderen. Nee, nu ben ik. Ja, oké, okay, ik wil veel aanbelen, maar Jalen is kast de pest, man. Angelen, die heeft heel veel kills altijd. Oké, waarom
Waar zo? Waar zou jij. Waar zou. Zo. Waar Jezus, zou jij waar zou jij morgen graag naartoe gaan? Naar een warm land. Ibiza of zo. Of, wie is Dubai. Jouw voorbeeld? Mijn voorbeeld, mijn moeder. Okay, maar die leeft helaas helaas niet meer. Oké. Even kijken of er nog vragen zijn van de kijkers. Liever een zoet luchtje of een fris luchtje? Lekker fris. Kijk, zie je het? Lekker fris. Ja, okay, lekker fris op gaartag. Waar wil jij nog naartoe op vakantie? Spanje? Ja, niet toe. Even kijken. Wat is het liefste wat iemand ooit voor jou hebt gedaan? Ik weet het niet. Dus niemand heeft ooit iets liefs voor jou gedaan? Ik ben toch ook aan het nadenken? Ja. We are waiting. Jezus. Zit bij die uit te lachen, joh. Ik heb de bewijs die veel dikker. Oh, zo zit het ineens in de... Ja, weet ik veel. Weet je niet? Nee, ik weet het echt niet. Hey, oh, ben... oh, sorry. Op wie ben jij heel erg trots? Op jullie, allebei. Oké. Okay. Op welke beroemdheid zou jij in het liefst lijken? Een keer. Welke beroemdheid? Nee, wacht. Op welke beroemdheid zou jij het liefst lijken? Op welke beroemdheid ik het liefst zou lijken? Poeh. Nee, geen idee. Ik ben gewoon blij met mezelf dus. Nee. Ben jij nee. In voor een metamorfose? Wat is dat überhaupt? Hallo. Metamorfose, nou, dus dat je haar helemaal gedaan wordt. Het bewijs van dat het in één keer kort wordt gemaakt, een andere kleur in, je make-up nee. Helemaal. Geen kort haar. Ja, nou ja, dat we. Oh, daar staat hier. Welk Disney-figuur zou je willen zijn? Nou, ik ben nu Casper het Spookje. Mini. Ik, wacht. Je lievelingsbeeld, dat zit. Ariel. Na, 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 na. Ik heb eigenlijk ook wel Rapunzel, want wij hebben best wel lang haar en zo. Kijk, ja, ga dan maar verder. Ik zat te denken, ik denk dat ze nou deed het zo. Wat wil jij de aankomende 5 jaar veranderen in je leven? Gezonder eten, minder roken en. Ja, gewoon veel leuke dingen doen. Oké, okay, welke naam zou jij nooit aan je huis dieren geven? En jullie kunnen het trouwens ook meedoen, hè? En dan thuis gewoon. Ja, welke namen zouden jullie nooit aan je huisdieren geven? Ik, opdondertje. Nee, grapje. Stinky. Stinky. Hoe lang moet erop zitten? Ik heb geen idee, maar ik denk dat ik het er lekker af ga halen. Want ik word er een beetje baas van nou. Ja, wij zijn nu een kwartier live, dus ik moet die niet eerst wachten. Ik ga deze gewoon eerst zo doen. Het plakt als de typisch. Hé, let eens even op je woorden, joh. Ja, het plakt wel, dus ik ga het eerst zo eraf halen. En dan gaat het washandje even uitspoelen. Kan je dat voor mij dan ook doen? En dan ga ik eventjes. Ho! Ho, ho, ho. Oh, kijk of ik het eraf krijg. Hey. Als ik zo doe. Wow, het sneeuwt, jongens. Oké. Okay. Jij hebt nou op echt overal. Dus ik ga even. Oké.
Pookie en Chanel. Dat vind ik, nee, dat, ik vind echt mensen die de beste merknamen geven. Net als, ja, ik weet niet. Ik zou dat niet. Nee. Moet ik hem uitspoelen? Heb je dat al gedaan? Ja, ik heb het al gedaan. Dus oh, ik ga hem eventjes uit. Ja, dag. Ik ga deze even uitspoelen. I'll be back. Oh, wacht, wacht. Gooi dit gelijk weg. Niemand stuurt wat. Nee, hij staat eruit. Zo. Even kijken. Mijn konijn heet Kruimel en Teun. Wat ga je als eerste doen als de lockdown is al uit eten? Mm-hmm. Uit eten. Naar Barntje. Barn 47. Oh, dat is zo lekker, jongens. Zo. Even omdraaien. Als je dat zo doet, plak ze het nog steeds bijna. Ik ga niet plakken, ik echt niet op mijn gezicht laten zitten. Ik de mondkapjes ritueel. Ja, echt hè? Mondkapjes verbranden. Droppies zou ik nooit doen. Hola Daantje! Oh, ik zie allemaal mensen. Sorry jongens. Marty. En Serenity. Lorene. Gertien. Aisha, Marty. Dus. Kom op jongens met die vragen. Jullie kunnen nu vragen beantwoorden. Waar je normaal gesproken misschien niet de kans voor krijgt. Aangezien het op, als ze op TikTok live gaan, het daar best wel druk is altijd. Oh ja. Moet zeggen, het is vandaag echt druk hier. Mama, leuk jongens. Kan je aankondigen dat we misschien een Fortnite video gaan maken? Ja, hoeveel zouden jullie dat vinden inderdaad? Jamila die wil al heel lang een Fortnite video maken. hoeft niet per se live. Nee, we gaan. Maar hoe zouden jullie dat vinden? En ook dat Jalen, want Jalen is wat dat er gaat wel erg goed in Fortnite. Ja, ook als ik. Die hebt gewoon makkelijk 5 kills of zo achter elkaar en dan moet je bedenken dat je 5 kills. Als je 8 kills hebt, dan ga je victory winnen. Zelfs hij kilt mij. Je hebt ook wel eens victory gehad, toch? Ja, ik heb wel iets van 5 keer victory gehad. Hij is zelf 5. 5. Hij is 5 en hij heeft echt al heel vaak victory gehad. Hij heeft heel veel wins. Superleuk staat hier. Ik zou het doen. Jullie hond is echt schattig. Dankjewel. En jongens, we hebben ook Instagram. Hè? Ik moet zeggen, we gaan daar wat meer posten dan wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Want er mag wel wat leven in gebracht worden, zeg maar. Echt jongen, al die plukken die overal heen schieten. Dus ik zou zeggen, heb je Insta, volg ons nog niet. Oh. Doe even leuk, we heten overal hetzelfde. De Aaltjes. Ik neem gelijk even mijn tafel. Het is een Pomsky, het is een kruising tussen een husky een husky en een dwergkees. Oké. Okay. Heeft je mail al? Wat heeft je mail al? Hey, wat mama, is je favoriete drankje? Kijk, je hebt allemaal Ja, maar Jamil, we waren hier bezig, weet je nog? En nu ga je toch weer gelijk achter die Xbox, wat niet de bedoeling was. Oh, je kan ze trouwens wel toevoegen. Als je Fortnite speelt, we hebben er eentje dat is Ghost met een hoofdletter. Dus G-H-O-S-T. Ja, gewoon streepje. Middelstreepje. 0. En mijn account, zeg maar, waar ik op speel, is Ron met een hoofdletter. En Aal ook met een hoofdletter en dan 070. Dus Ron, Aal, 070 en R met een hoofdletter en A met een hoofdletter. Dus dat. Misschien is het handig als we het zo meteen nog eventjes op onze Insta-story zetten. Ja. Dan kunnen jullie het daar ook vinden. En volgens mij staat het bij Jamila haar Insta. Want Jamila heeft ook een Insta-account. Mag ze alleen niet zelf beheren, dan beheer ik. Volgens mij staat het daar ook opgeschreven. Maar misschien is het toch handig dat wij dat op onze account zetten. Tenminste, ik vooral op mijn. Ja, ik denk dat ik even zo'n dingetje ga aanmaken. Weet je, van favorieten of iets. Dat is misschien ook wel handig. Dan kunnen ze gewoon tussen die bolletjes kijken. En dan. Dus dat, jongens. Je bio. Even kijken. Echt zielig voor Lovely Mina. Wel beter dat ze account. Ja, maar hoe dan? Het is echt heel vaag dit.
Maar ja, TikTok is wat dat er gaat af en toe ook wel een beetje vaag. Eerlijk of niet, jongens? Eerlijk of niet? Eerlijk is eerlijk. Het is allemaal een beetje gekje. Oké, okay, goed. Welk vak op school vonden jullie leuk? Ikke? Gym. Lijkt op de moeder, hè? Dat zien we weer. En buitenspelen, ja. Buitenspelen ook wel. Wat gaan jullie doen in deze live? Nou, wij zijn eigenlijk net klaar. We hebben net een lekker bubbelmaskertje gehad. Kijk, ik ben wel een beetje... Je kan wel zien dat ik het op heb gehad. Het is een beetje... Nou, niet te groot, maar... Je kan wel zien dat er wat op heb gezeten. We hebben die oorbellen vandaan. Deze, die komen uit Brazilië. Die heb ik al... Nou, ik denk 14 of 15 jaar. Die hebben ze toen zelf gemaakt. Kijk. Dat hebben die mensen daar gewoon... die maken dat met de hand. En die verkopen het echt letterlijk voor een prikje. Het is een heel mooi land, maar ook... Auw! Heel armo... Ja, heel veel armo. Kijk. Even kijken hoor, welke komen erop. Waarom heb je het gekocht, mama? A, ook omdat ik het leuk vond. En B, ook om die mensen daar te helpen. Omdat die mensen daar heel arm zijn. En er waren zelfs kindjes daar op het strand. Die hadden gewoon een soort van bord, zeg maar. Zo groot. Er waren kindjes die waren nog jonger als jou. En die hingen dan allemaal oorbellen, kettinkjes en armbandjes aan. En die werden, zeg maar, door de ouders voor geld te verdienen, werden die dan het strand opgestuurd. En die moesten dan bij de toeristen proberen om dat te verkopen, om zo aan hun geld te komen. Okay. Ja, ik had ook bij, toen ik bij opa was, toen in de avondjournaal of zo. Toen, toen ging het ook over dat soort, dat soort kinderen. En dan zag je ook dat hun achterhoofd heel erg lang was, omdat ze heel dun waren. Oh, oké. Okay. Ja, dat ik kan... weet niet precies waar dat was, maar wat volgens mij niet doen? In Nou, als jullie nog vragen hebben, dan kunnen we nog vragen van jullie beantwoorden. Ben je dan van... Ben je... Wacht voor. Ben je dan van stad of liever het plat? Nee, wij zijn echt van de stad. Ik zou gek worden in de stilte. Ik las net dat ik een week niet uploadde op TikTok, maar ik kan wel live. Komt goed uit, want ik wil de komende week toch nog een vol met mijn YouTube beginnen. Oh, jij ook alweer. Ja, La Flamina, daar is ook iets mee gebeurd. Die was ook ineens de account kwijt, maar die is wel weer terug. Wacht even hoor. Het is heel, heel raar. Wacht even, man. Nee. Gina, wacht maar even. Dag Gina. Hoi, wij zijn nog heel even bezig met die live. We stoppen bijna. We zijn even bezig. Je weet het toch. Trouwens, even aan jullie. Wat? TikTok gaat helemaal uit. Nou, niet nu. Het is een beetje jammer. Tjumail. 10 minuten. Ik zeg net, als wij live zijn, gaan we niet met de Xbox bezig zijn. Oké, Gina gaat ook in die live. Stuur Ja, maar ik ga nu even. Dag, doei Gina. Tot straks. Ja, want dit hadden we niet afgesproken. Schat, dat vind ik niet leuk. Dus, maar, trouwens, even een vraag aan de kijkers. Ik weet niet of jullie sowieso al de rest van onze video's hebben bekeken, maar wat zouden jullie nou graag willen zien van ons? Op YouTube, of live, of gewoon een video. Laat het even weten of nu hier in de chat. En anders als je de video hebt, want straks is deze live afgelopen. Dan wordt die straks geüpload en dan kan je er als goed is ook weer op reageren. Laat even weten wat jullie graag zouden zien. Wacht, er stond live koken en bakken. Ja, dat heb ik sowieso al twee keer gedaan. Er stond iets met Fortnite. Wacht even. Iets, de naam of zo, denk ik. Nee, gek. Ja. Gekheid, ja, maar dat doen we sowieso altijd. Wat doe je nu dan dat je niet naar school kan? Nou, Jamila die heeft in ieder geval online gewoon les van school. Dus die is wel gewoon bezig. Ja, ik heb bezig. Net een pakket gekregen. 24 uur iets doen, 24 uur in de kamer. We hebben natuurlijk ook al slijm gemaakt, we hebben smurfsnot gemaakt, tasjes bekliederd. Oh, dat blijft toch de nummer 1 van mij hoor. Die tasjes versieren. Ja, het is geweldig als ik onder zit. Zit ze zo, met dat verfdingetje. Maar dat doppie zat er nog op. Maar ze dachten dat doppie er niet meer op zat. Dus ik zei, hebben we de doppie er nou al? Ja, welk doppie? En ze knijpt erin zo, zo in de gezicht. Dus die staat trouwens ook hier tussen ons video. Tasjes versieren heet die volgens mij. Ik ben echt groot fan. Hallo! 24 uur. Ja, maar wat voor dingen dan? Wat voor dingen moeten we doen? Vertel het ons. Oké, okay, Gina heeft gisteren die gehaald.
Sowieso gaan we ook een Fortnite video maken. Misschien vandaag, dat weten we nog niet. Nou, deze dame, hier zo, die dacht dat mama gisteren gek was. En papa die wilde een of andere bokswedstrijd kijken en hij dacht dat dat om 12 uur was, maar dat was uiteindelijk om 4 uur 's nachts. Dat ik zei, hey toedeloe, tweet tweet om 11:15. En ik loop, ik had alle lichten uit, ik loop naar mijn slaapkamer en ik zie in één keer licht uit je midden de kamer komen. Dat ik denk, wat is dat? Zat mevrouw nog even met de laptop? Dus eigenlijk mag je vandaag helemaal niet spelen. Nee, en even kijken wat er allemaal wordt gezet. Wacht even, geen grote mond, Jaycee Hardes, anders ga ik je blokken, zegt Joyce. Ik ga stuk. 24 uur met lange nagels. Een lijst maken van de 5 favoriete bordspellen of een game laten zien. Lotte die stuurt allemaal bolletjes. Lijkt net of dat ding is, nog aan het laden is. Wat je mee over bent doen? Jullie zijn de beste. Oh, joepie! Alles goed hoor, met jullie ook dan. Ik wil sowieso nog, ook nog steeds die wimperlifting doen bij Jamil. Alleen Jamil die is bang dat ze niet zo lang met de ogen dicht kan liggen. Ja. Dus dat is even een dingetje. En dat is natuurlijk best wel een spul wat je niet in je ogen moet krijgen. Misschien iets met een haardingetjes of zo. Ja. Dus heb je lang haar zat. Mensen thuis kunnen doen. Ja, we zijn zo leuk dat jullie live zijn. Echt top hard. Dankjewel. Ja, we dachten, weet je, ik kan wel elke keer live gaan op TikTok, maar ik dacht, ja, het is ook wel eens een keertje leuk als het, dat we hier dan live gaan. Of de meest grappige dansstijlen laten zien. Oh god, dat woord ook met ons twee. Ja, net als van de week, met dat hakken. Oh. Nou jongens, ik, diamond painting is leuk. Ja, ik wil dus nog steeds... Mocht iemand mij daar... Oh, trouwens, ik weet wel 2 mensen die mij kunnen helpen. En eentje voor mij zit hier volgens mij. Maar ik wil dus heel graag... Alleen dan moeten we eerst even zorgen dat die fotoshoot... Die komt er trouwens ook nog aan. En dat komt ook... Wanneer weet ik nog niet. Ik heb nog geen datum. Maar er komt een fotoshoot aan. En daar gaan we dus ook een YouTube video van maken. Maar ik wil dus eigenlijk... Als ik dan een mooie gezinsfoto heb... Hier boven mijn bank. Kijk, hier zo. Dat is een beetje kaal. Daar wil ik dus een heel groot diamond painting. Ja, ik weet dat ik er dan heel lang mee bezig ben. En dat dat waarschijnlijk ook best wel wat gaat kosten. Maar ik wil dat zo graag. Misschien herken je me van mijn naam van TikTok. Zullen jullie dat... Oh, hallo! TikTok vloer. Maar, lieve mensen. Wij gaan deze live afsluiten op deze zondag. Wij zitten te bedenken om misschien een vaste dag met een vast tijdstip elke keer live te komen voor jullie. Dat we weer wat leuks gaan doen, lekker kletsen, zodat jullie ook nog vragen kunnen stellen. Dus ik weet nog niet welke dag. Misschien doen we dat wel gewoon standaard gewoon op de zondag vanaf nu. Maar dan moeten we even kijken hoe dat gaat. Dus ik wens jullie bij deze een hele fijne zondag. Op z'n haast gezegd. En ik spreek jullie snel. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, druk even op abonneren. Druk ook even op het belletje, want dan krijg je dus een melding zodra wij of live zijn of er een nieuwe video gepost wordt. En vergeet ons gezellig niet te volgen op Insta. En we hebben ook YouTube en weten overal hetzelfde. De _Aaltjes. We see you next time!